Sinds 1 juni kan iedereen met coronagerelateerde klachten zich laten testen op het virus. Als je klachten hebt, dan kan je bellen met de GGD en een afspraak maken. Die test die dan wordt afgenomen is een moleculaire test. Dat betekent dat er slijm wordt genomen uit keel en neus. Dan weet je zo snel mogelijk of je het virus hebt. Laten we eens kijken wat de mensen op de straat hiervan weten. Weet u wat er veranderd is sinds 1 juni op het gebied van coronatesten? Ja, iedereen met klachten kan getest worden, heb ik begrepen. Ja, er is zo'n nummer en dan kan je bellen. Is dat wat je bedoelt? 0800 1202, zoiets. Ik weet wel dat er vanaf 1 juni wordt getest. En dat weet ik ook, dat de telefoon overbelast was. Dat je kan bellen en dat ze niet bereikbaar waren. En weet jij ook wanneer je dat kan doen? Wanneer je klachten hebt. Als je wat voelt of zo. Als je verkouden bent of wat anders, dan kun je dan laten testen bij de GGD. Dus, Mooi dat het nu kan. Ja, in het begin was het natuurlijk niet voor iedereen beschikbaar of helemaal niet beschikbaar zelfs. Dus het zijn goede ontwikkelingen. Ja, ik denk dat het wel heel erg nodig is, zeker. Met hoe vaker we testen, hoe meer we data ook en meer te weten kunnen komen over het virus. Nou, ik denk dat we sowieso daarmee met elkaar sneller door kunnen krijgen waar corona zeg maar grip krijgt, hè, op onze samenleving en daar snel op kunnen reageren dan. Ik hoop dat veel mensen daar gebruik van maken. Ik zelf denk het niet, want ik werk in de zorg, dus ik mocht hem al laten testen. Ik heb het nog niet gedaan, omdat het gelukkig nog niet nodig was. Maar ik hoop wel dat veel mensen vanaf nu in ieder geval wel gaan testen. Het enige is wel, volgens mij is het alleen dat je wanneer je zeg maar klachten hebt, dat ze dat kunnen testen. Ze kunnen niet testen wanneer je het al gehad hebt, ja of nee. En dat is het enige lastige eraan. Wat je wilt ook graag weten of je het al hebt gehad en of je al antistoffen hebt. Wat doet u zelf om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Ik probeer zoveel mogelijk thuis te blijven. Als ik wat nodig heb, zoals ik vandaag in Lidl moet wat halen enzovoorts, dan kom ik gewoon even en ik wacht. Kijk, er staan geen mensen in de rij, dan pas ga ik binnen. We zijn vaak thuis, hè. En morgens vroeg gaan we boodschappen doen gelijk. Dan is het heel overal stil. En dan gaan we naar huis toe en af en toe gaan we even wandelen. Dus we houden ons aan de regels. Ik heb mezelf heel lang in quarantaine geplaatst om mijn ouders niet te besmetten. En, mijn dierbaren. En een beetje verder door het afstand houden. Handen wassen. Ach, je kent het riedeltje wel. Mm-hmm. Ja. Maar verder gaat het toch goed. We hebben toch nog vrijheid hier ook. Want in andere landen heb je geen vrijheid. Dan is het helemaal lockdown. Alles dicht. En hier kun je nog lekker alles naar doen. Dus nou, we zijn tevreden nog, hoor.